Dwayne Cairo is gistermiddag gekozen als nieuwe voorzitter bij de Bond van Personeel bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. De leden organiseerden zelf bestuursverkiezingen, aangezien het vorige bestuur weigerde bestuursverkiezingen uit te schrijven. Nieuwe bestuursverkiezingen moesten sinds maart worden gehouden. Het vertrouwen in het vorige bestuur onder leiding van Rudy Baar is maanden terug opgezegd door de leden, maar ze weigerden op te stappen. De nieuwbakken voorzitter bevestigde tegenover onze nieuwsdienst dat er vandaag wordt besloten wie zitting neemt in het nieuwe bestuur.